een uitrit gemist. Ja, jammer dan. Zitten kijken naar het filmpje. Nee, een, ja, glas en wijn erbij, nootjes. Nee hoor. Hij komt nut. Gewoon op YouTube te staan. Wie kijkt daar nou naar? Heel veel mensen. Ja, dat klopt. Ja, ik. Je wilt door rood rijden, meneer. Dat gaan we niet doen. Hier mag je 70. Ja. Heel raar weggetje. 70, 50, soms 30 zelfs. Ik word helemaal gek van. Oké. Okay. Nou. Ja, inderdaad, hier 50, ja. Lekker vaas dan, ja. Nou, we zien hier weer 70. Ja, en hier weer 50. Hè? Dat is raar. Het gekste weggetje van Zoetermeer. En hier weer 70. Ja, ja. Hoe willen ze... Okay. De leerlingen worden er helemaal gek van. Wat moet ik hier door rijden? Ja, ja, precies. Dat begrijp ik. Ja. Kijk, en hier is het 30. Is niet normaal. En voor wat? Zie jij dat het hier gevaarlijk is? Nee. Werkzaamheden? Nee, maar alsnog, je moet je er wel aan houden. Ja. Nou, hier hebben ze 50 doorgeschrapt. Slapen. Nog even. Echt, hè? Nou, dan zie je dat witte bordje met die zwarte streep. Ja, en dan mag je dus al gas... Ja, maar hoe hard dan? Nou, ik ga op 70. Ja, precies. Kijk, nou is het een heel stuk beter als wat ik net zat. En nu weer. 50. En die zijn niet fijn, deze hobbeltjes, als je die had neemt. Oh, ja, en daar heb je alweer de verkeerslichten. Hoe? Ja, ja.
twee rijstroken. Yes. Blijf braaf in de rechte rijstrook. Rijstrook 1, berg en zoek 5, Rotterdam 13. Ja, oké. Huh? Ja, Utrecht A12, Den Haag A12, Zoetermeer 5. Maar dit is een heel raar weggetje. Helemaal en naar de stopstreep helpt niet hoor. Werkt niet. Vroeger wel, maar nou niet meer. Ik denk dat hij niet op de lusje staat. Dat lusje, dat is die. Detectische. Juist. Dan word je gemeld. Mag dit trouwens ook gewoon als je stilstaat? Dat je hier pakt, of moet je de hele tijd zo houden? Eigenlijk liever zo, ja. Ja, want als je van achter aangereden wordt, dan heb je stuur tenminste vast. Oké. Maar bij jou mag ik dit dus gewoon nog wel doen? Nou, wend er dan maar niet aan. Oké. Schrijf op je examen. Ja, oké. Nee, maar ik vraag het even. Dan vinden ze het weer te nonchalant.
zoiets. Ik heb haast, ja. Een huis.
kort. Yep. Rechts. Geef maar rechts aan. Ik weet niet meer dat je niet blijft. Rechts. Ik ben de laatste pijl. Wat zijn dan de bijzondere verrichtingen? Achteruit een bochtje om, dat doen ze niet vaak, dus die zijn eigenlijk niet die bochtjes. Uh-huh. Rechts, meestal achteruit parkeren of achteruit in een vak zoals wij gedaan hebben in Zoetermeer net. Yeah. Straatje keren, één keer vooruit, één keer achteruit en dan wegwezen. En in rechte lijn achteruit rijden, dat is ook niet zo moeilijk. En een halve draai, omkeer, een U-turn zeg maar. Ja, oké. Houd in de gaten. Geen fietsertjes, geen mannetjes. En de ingrepen, hoeveel krijg je er? Qua fout? Als, ja, het liefst helemaal geen fouten, maar hoeveel fouten mag je in principe maken? Dat hangt er vanaf. Hangt er vanaf. Met? Qua gevaarzetting. Oké. Okay. Als jij een voetganger al niet voor laat gaan, nou ja, dat vinden ze niet fijn. Als je hem geen voorrang verleent, dat vinden ze ook niet fijn. Nee, okay. Maar als je iets te hard rijdt, 54, dan vinden ze niet erg. Of je vergeet een keertje richting aan te geven. Het moet vlot en veilig zijn, dat willen ze zien. Ja, oké. Okay. Bij de bijzondere verrichtingen ook. Als je gaat parkeren, moet vlot en je komt met je achter je tegen de stoeprand, niet erg. Je mag corrigeren, dan rijden we een stukje naar voren, een stukje naar achteren. Mm-hmm. Als je maar goed om je heen kijkt en als er iemand aankomt, een fiets of een auto dat je wacht. Mm-hmm. Als je niet doorgaat. Nee, perfect rijden, dat moet je niet willen. Dat kan niemand. Dat kan ik ook niet. Dat kan die examinator ook niet. Oké. Okay. Ben je een perfectioniste? Ja, heel erg. Moet bij mij in principe alles gewoon goed gaan. En want ik vind het ook gewoon heel erg eng om dus te gaan zakken. Ja, je had faalangst, hè? Yep. Perfect wat hebben. Ja, dat heeft heel erg mee. Moet nu gaan voor een 10. 6 is ook prima. Ja. Wat kan je me nou zeggen, Pieter? Maar zit het niet in mijn hoofd. Nee, precies. Ja, dat is waar. Hebben we nog genoeg benzine? Weet ik niet. Ja. Waar zie je dat? Hier. Yep. Ja, ik moest even zoeken. Want bij elke auto is het weer anders. Eerst gekeken in je binnenspiegel? Ja. Jok je wel eens? Nee. Ja, bij elke auto is het anders.
drie kwart rondom. Dan gaan we linksaf. Dus de derde afslag. Drie kwart. Yes. Ik zie een fiets. Ubertje, wat is het? Iets. Niks aan. Je moet pas zeker de richting aanwijzen geven als je de rondom verlaat. Ja, ja, ja. Geen fietsertjes. Nada. Nee, geen maxima op de fiets. En Willem op de brommer. Nee, ook niet. Ben je dan al eens een keertje in de parkeergarage al geweest en van de mall of niet? Waar? En bij Leidschagen? Nee. Nog niet. Dat is ook mooi hoor. Ja? Het is heel mooi uitzicht. Daar schat. Links met de verkeerslicht. Oké, okay, je wilt Marlotte in. Ja. Binnenspoor, buitenspoor. Moet je daarvoor betalen, die parkeergarage? Nee, het is gratis. Ja, het is een heel korte invoegstrookje. Ja. Rolls Royce past er amper in. Wat? Rolls Royce past er amper in. Ja, dat is waar. Je hebt nu een pijllicht, hè? Als het groen wordt, dan komen er geen tegenliggers, geen nee, fietsers, geen voetgangers. Helemaal niks. Hooguit die rode auto. Ja, maar die gaat ook die kant op. Gaat dus voor elkaar langs. Juist. Hoi. Ik heb er eentje gesneden, zou ik te horen. Ja. Kijken of er iets aankomt. Ja. En zodra je rijdt, stuur je naar links en vlak bij de stoeprand naar rechts. Daar komt wat aan. Geen gas geven, alleen met je remsnelheid regelen. Oké, en dan met achteruit, dan moet ik weer in de R. Yes. Bij de stoeprand weer terugsturen. Nu ga je weer terugsturen. Help. Je mag de stoep raken, geen probleem. Dan zet je weer R. Ja.
goed om je heen koepen loeren, van niemand achter je langs glipt. Auto's, fietsers, whatever. En als de achterkantje vlak bij de stoeprand is, dan stuur je jouw kant weer op. Dus nu ga je weer terugsturen. Kijk of er geen lantaarnpalen staan. Juist. Goed blijven kijken. Niemand. Niemand. Nou, that's all. Dan gaan we linksaf. Niet te veel links. Ja, want je kan anders niet. Nee, moet je nou een rondje maken. Dus jij hebt hier geoefend? Nee. Ik ken deze wijk. Mijn schoonouders die wonen hier in deze straat. Ik heb hier ook mijn postwijk gehad, dus. Veel blauwe brieven weggebracht. Heel veel, ja. Yes, dan zet je hem in R. En als deze stijl ongeveer bij zijn neusje is in dit geval. Hoe zei je dat? De? Deze stijl. Ja. Als hij bij zijn voorkantje is, dan ga je indraaien. Oké. Okay. Dus rustig eens naar achteren. Voordat je gaat draaien, eerst kijken of er niks aankomt. Ja. Niemand komt er niks aan. Draaien. Langzaam rijden, lekker op de rem trappen. Je kan het een beetje inschatten van je spiegel. Nu moet je snel terug. Een beetje die kant opsturen. Je mag corrigeren, geen probleem. Die kant opsturen. Gaat de achterkant naar de stoep toe. Oh zo, ja oké. Okay. Nu stuur je jouw kant op. Nou, dan rijden we een stukje ervoor om aan te sluiten. Dan hebben we de andere ook nog een parkeerkant. Heb je spiegel of een stoep aan? Ja, nu een heel lang stuk. Ja, het valt wel. Niet te veel gaan, hè? Terugsturen. Ja. Dus ga tegen de stoep aan. Laat maar. Yes. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Oké. Nou, dat beeld vertekent een beetje. Als je in de spiegel kijkt, lijkt het bluft hier heel eind van de stoep aan te staan. Ja, oké. Okay. Maar zo kom je niet weg, dus je moet eerst achteruit. Ja. En ook kijken of er iemand achter jou oversteekt. Kinderen. Nope. Kat. Yes. Goed kijken, over de schouder. Richting aangeven. Ja. Be nice, check twice. Maar heel rustig en beheerst doet, dat is prima. Want hier wonen mijn schoonouders hier. Zo. Zitten die goed in de... Oh ja. Komt dat jouw kant nog een keer op? Of... Nee, want ik heb ruzie met mijn schoonvader. Oh. Goed, ik ben niet eens meer welkom. Vind jij een takkenwijf? Nou, dat is nog zachtjes uitgedrukt. Ja. Dat is nog heel zachtjes uitgedrukt. Je hebt een grote mond. Een hele grote, ja. Ben je eens een keer assertief, mag het weer niet. Nee.
jij je theorie ook nog doen? Ja, daar ben ik al mee bezig. Okay. Via de computer. Samen met Roderick, is leuk. Ja, heel gedoe hoor. Huh? Heel gedoe. Ja, bij dat. Misschien alvast een plekje kunnen reserveren. Want, volgens mij zitten ze al in september geloof ik, niet verder is. Meen je? Ja. Oké. Okay. Zou maar staan snuffelen op de site. Van het CBR bedoel je? Ja, theorie is okay. En gewoon een kans wagen dus. Nee, heb je een jaarkeer krijgen? Nee, maar ja, als het zo lang duurt, links. In de tussentijd nog wel even de tijd om te leren. Vijf fietsertjes. Nope. Rechtdoor. Er is rechtdoor, maar yep. Ik mag het geen geluid. Niet dat ik zie. Nope. Ook hier niets. Nope. Ik voel gewoon netjes niks. Ik zeg niks. Ik heb niks gezegd. Links. Yes. Kleine loog. Yep. Kleine loog is zo. Van Villa Meiland, die vent. Is dat nou een homo? Ja, dat is wel, een homo. Hij heeft wel kinderen, maar ja. Ja, maar... Oh, meid. Oh, nee hoor. Ja. Ah, nee. Ja, ik weet het. Lacht me al erop, die vent. Ja, echt, hè? Zo, die is verwijfd. Hij is me wel getrouwd of zo. Hij was getrouwd. Hij was alleen, getrouwd. Hij gaat nu gewoon heel goed om met zijn ex. Oh. Sure, wat een ventje is dat. Hij loopt ook zo, hè, met die handjes. Ja, maar, en daarom kijk ik ook al niet eens. Het is toch leuk, je moet eens lachen. Ik vind helemaal niks. Links. Oh, toen nou. Komt er geen tram? Het is een hardcore. Dag, nee. Ja, die zijn nog heel erg. Oh, dus een parkeergarage in Leidschendam is gratis, ja, en dat blijft gratis. Ja, ja. Nou, mijn vriendin is geen liefhebber van parkeergarages. Ja, maar deze is echt mooi, echt. Gaat hij is ruim. 80 meter naar beneden? Nee. Dan breekt de pleuris uit bijna. Nee, helemaal niet. Het is zo fijn. Maar ja, je kan toch ook boven parkeren? Yep. Ja. En dat is gewoon lekker uitzicht naar buiten. Wil je deze of wil je die andere? Welke jij wil. Ja, ik ga niet die en die hoge hobbeltjes nemen. En wat je... Oh, meid! Ja. Kijk, oké, okay, hier en hier neemt heb je... Neemt die geluid ook op? Ja. Dat is wat denk ik. Nee hoor.
Ik doe het geluid eruit en dan doe ik een leuk muziekje onder. Ja. En je mag me wel volgen op YouTube. Mensen, je moet eerst YouTube weer tot leven brengen. Nou, dan moet je dat eens even doen, Piet. Ja, YouTube. Jij zit er op Facebook. Ja, ook. Ja. Weet je hoe onhandig ik ben? Ah, dat is niet onhandig. Nou, Karin toch? Mag niet. Gezakt. Sorry, maar was het... Sorry. God, is het een control freak? Ja. Nee, maar dat heb ik hem zelf gevraagd. Om te gaan filmen als ik eraan kom.